sitting in the studio just trying to get to you, baby. But the song's so fucking dope, girl, it's hard not for me to play. Yeah, the truth is she was you in this book that I was playing. So I'm just sitting in the studio just trying to get to you, baby. Schoolboy! Let's go. Ja, toch. Yes, geen airhorn meer. ja, ik ben ermee gekapt. Ik vond mij helemaal niks meer worden. ja, Dia is er ook vandaag niet. Hij kon helaas er niet bij zijn. En ja, hij zei ook van, hey, stop met die airhorn, maar dit is bullshit. dus welkom bij een nieuwe episode. Damn Talks, we're back. En ik heb drie goede vrienden te gast. Ja, toch. Giovanni, Richard en Luciano. Samen met nog een paar andere jongens vormen zij. Hebben zij ook een show, Football Stories. En hoe gaat het met jullie? Ik begin bij jou, Luciano. Met mij gaat het goed, man. Ik mag niet klagen. Yes, mentaal, fysiek. In orde, man. Allebei. Leven, we zijn er. Mm-hmm. We doen waar we gelukkig van worden. Ja, dat is het belangrijkste. Richard. Gaat goed. Hetzelfde als Luciano, mag niet klagen. Nee, helemaal niet. Geen secrets, problemen ergens. Als ik die heb, dan ga ik ze niet hierop vullen. Nee, nee, dat is niet. Nee, belangrijk. Misschien juist wel. Nee, dat is niet nodig. Nee, serieus. Het gaat goed. Mag niet klagen. Vrouw, kids, werk. Vrienden om me heen met wie we dus de show doen wekelijks. Er zit wel veel tijd in, maar nee. Doen wat we leuk vinden en dat is het belangrijkste. Dat is goed om te horen. Seb. Gaat lekker ook. Ja, man. Mentaal ook. Fysiek mag ik nog wel. Ik zou wel wat meer willen bewegen. Mm-hmm. Maar het staat niet meer zoveel. Ja, ja. Wat druk. Maar voor de rest gaat lekker, man. Goed om te horen. Wat? Druk met vloggen. En je vlog? Oh! of je bedoelt die filmpjes? Ik kom altijd met die aftermovies toch? Mm. Oh, jij doet het? Ja. Hij heeft een huis gekocht en zijn schoonvader is. Vrij handig, laten we het daarop. Hij laat zijn schoonvader timmeren, zit hij te vloggen. Ik hou van dingen vastleggen. Ja, daarvan. Nee, huis gekocht, gefeliciteerd, man. Thanks, man. Dat is een grote feat, denk ik wel. Dan wil ik het hebben over jullie show. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de show... Wie is het beste Fatu? Het is wel Fatu eigenlijk. Want, kijk, we zijn gewoon boys onder elkaar. We hebben samen gevoetbald bij Jos. Mm-hmm. Sommigen voetballen al langer met elkaar. En op een gegeven moment, om gewoon helemaal naar de start te gaan. Mm-hmm. Je waren bij Jos. No offense, maar het is een witte club. En wij waren zeg maar... De kabel! Juist. Dat wordt altijd gezegd, man. Ja. Ik snap dat nooit, hè. En, bro. En die hele Fatu was. Ze bonkten die kabel ook nog op een manier alsof wij niet wilden mengen met de rest. Ja. Maar zij betrokken ons niet. Ja, zie je. Zo ontstond eigenlijk de kabel. Mm-hmm. Dus wij namen op een gegeven moment ook gewoon de kabel aan. En we waren gewoon onze crew. En we gingen kickboxen, alles. Ja, toch? Hey. We deden gewoon onze ding. We gingen voetballen. Mm-hmm. We waren altijd gezellig. We waren nooit die boys die als eerste weggingen. Mm-hmm. Maar we waren wel altijd met elkaar. Yeah. En op een gegeven moment gingen we allemaal uitwaaieren. Die gingen naar die club. Een paar gingen naar een club waar ze naar de maan gingen. En hij zat op aarde bleven. Wat een club was dat? Lelystad. Yo. Ja, was zo... Oh shit. Maar dan ging ik met grote plannen die kant. Oh, ja. Ik ging met tot de andere kant op. Ik bleef bij Jos als enige samen Richmond. En eigenlijk... Vanuit daar bleven we wel altijd gewoon die kabel. We waren altijd gewoon met elkaar in die groepsapp. Mm-hmm. Discussies over voetbal en zo. Yeah, yeah. En op een gegeven moment kwam deze man met zijn data. Ja, zijn laptop. Uit een vreemde hoek kwam je opeens met stats en zo. Hij begon die discussie naar een andere level te brengen. Oh, hij was het zat. Hij wilde bewijzen van, hé bro, wat ik zeg is real. Maar toen kregen we andere discussies. Mm-hmm. En op een gegeven moment, eigenlijk, ik denk een jaartje voor corona was het denk ik, mm-hmm. gingen we met elkaar uit eten. Mm-hmm. Gingen we naar Loetje. Ja, klopt. En toen we waren in de Loetje en toen kwam die discussie.
is Griezmann een valse spits, een valse neef of niet? En Todd en Bosman kregen gewoon bijna beef in die tent. Mensen gingen zich maar bemoeien. Mensen gingen gewoon bemoeien. Ja. Wacht even. Wat zei Todd? Wat zei Todd? Hij zei hij is een valse neger. Oké. Okay. En Bosman vond van niet. Hij is een diepe spits. En Bosman was echt Yusu. Ja. Hij ging kort dek op. Dus, ben je eerlijk? Dus, ik ben met Todd eens. Het was Afri tegen Afri. Ja, ja, maar hij ging echt kort dekken bij Todd. Mm-hmm. Dat Todd bijna emotioneel werd. Dus, maar nu... Nu zien we gewoon, opeens begint iemand van een andere tafel, gewoon twee mannen zaten te eten. Opeens begint eentje gewoon in te breken, hij begint mee te praten. Mm. Dus toen dachten we, op een gegeven moment dachten we van, eh? Dit is maar als wij gewoon dit gewoon creëren, mm-hmm. moeten we misschien er wat mee doen. Dus toen ging het al een beetje leven om wat te doen. En ja, gingen we steeds vastus breken van, we moeten het eigenlijk op beeld zetten. Ja. En we lachen, maar we deden niks. Mm-hmm. Toen kwam corona. Mm-hmm. En ja, iedereen zat een beetje osso. Je werkte, je zat thuis. Je werkte, je zat thuis. Je deed niks. En toen dachten we van, weet je, we gaan het gewoon doen. Mm-hmm. Dus toen hadden we gewoon plan bedacht. Ik had script gemaakt van, oké, hoe gaan we dat dan doen? Yeah. Pap. We hebben gewoon allemaal onze laptop gepakt. hoe heet dat? Zoom aangemaakt. Ah, ja, gingen we op ja. Zoom. Mm-hmm. Talkshow houden. Want hij ging toch screen record doen. Dus we konden terugkijken. Ja, ja. Zo gingen we oefenen. Van oké, hoe gaan we het doen? Bro, dit was ik alweer vergeten. Ja, bro. We gingen afspreken gewoon. Corona. Zondagavond, ja. Strak. Het is goed, man. Zondagavond, 9 uur, zaten zag we allemaal achter ons laptop. Je zag kinderen in beeld. Ja, kinderen in beeld. Wow. Kinderen halen. Zo leer je het wel. Het was lockdown, toch? Dus alles was in één. Dus ja, zo doen. Dan gingen we gewoon praten. Toen dachten we van oké. Dit heeft iets. Mm-hmm. We hebben een uniek selling point met die data die Giovanni natuurlijk brengt. Mm-hmm. Toen dachten we van ja, dit moeten we doorzetten. Dus toen gingen we gewoon plannen, kijken, bedenken. En op een gegeven moment kwamen we bij Flexzone. Gingen we een eerste opname draaien, gewoon om puur om te checken van hoe ziet het eruit. Ja, ja, ja. Wat komt er allemaal bij kijken? Mm-hmm. En vanaf toen werd het studieus, man. Toen gingen we investeren, spullen halen. Ja, ja. We waren via Enzo onze... ook een van onze matties. Ja, Enzo Maria, ja. Hij werkt bij Canon, zo kon hij wat fixen qua camera's. Hey Enzo, ken jij ook, man? Nee. Kom op, man. Boek me op, man. Zo begon het serieus te worden, man. En nu zijn we zeg maar waar we nu zijn. Ja. Dat we nu ook echt leuke gasten ontvangen. Ja, want jullie hebben, als ik het goed heb, jullie... Emmanuel Soldaat gehad, ja. Silvano Convadius. Ja. Ik heb toevallig ik weet niet, het was geen stage, maar hij was even bij Volendam toen ik daar speelde. Ja. Dus ik heb toen met hem getraind. Goede speler, man. Rydell, die kennen we van de buurt. Sowieso. Ja. Antonia ook van de buurt. Ja. Ik was de gast, maar ja. Man. Zou ik een rijtje? Ja. Volendam toch? Volendam. Michael Samuel, Mario Sabayo, dat is wat we... Sabayo heb ik die van Samuel heb ik niet gezien. Steve Promes, maar die is al eerder geweest. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Die heeft niet per se zijn verhaal verteld, maar dat kan hij misschien nog een keer doen. Kunnen we nog een keer doen. Ja, ja, dat is wel leuk om te horen, man. Ja, en... dat is inderdaad de richting die we op zijn gegaan. Mm-hmm. We begonnen dus bij Flexizone. Op een gegeven moment, ja, je hebt ook bij Blauw-Wit gespeeld. Op een gegeven moment namen we op bij Blauw-Wit. Bro, temperatuur was gewoon 9000 in 10 jaar. Weet je, we zochten naar een ruimte met een grote tafel. Mm-hmm. Eerst keken we in de bestuurskamer, hadden we daar een keer opgenomen. Ja, ja. Teruggekeken, zijn vrouwtje keek bijvoorbeeld mee. Ze zei van nee, dat kan niet. Zweten. Je ziet daar lamellen, dit is grijs, je ziet volle bedekking, dit, dat. Dus toen zijn we geswitcht naar de kantine. Nou, mm-hmm. daar denk ik een aantal afleveringen opgenomen. Maar ja, er was gewoon veel gedoe bij Blauw-Wit. Ja. Ja. Dus de hoofdjeugdopleidingen van OSV, die daar nu zit, die kennen we. Mm-hmm. Op een gegeven moment contact met hem gehad. En we hadden nog een optie voor Zeeburgje, alleen toen niet voor gekozen. Mm-hmm. Dus sindsdien zitten we bij OSV en... ze hebben die mooie hoge tafel waar je ook aan hebt gezeten. Ja, ja, en daar doen we het nu elke zondag, man. Ja, ziet er goed uit.
ziet er goed uit. Je kan ook nog eens zeggen van blauw-wit, maar volgens mij hebben we daar ook wel echt hete discussies over. Ja, bij blauw-wit. Ja. Daar is de legendarische Kevin De Bruyne discussie ontstaan. Jouw ding met Kevin De Bruyne is, hij is niet... Hij levert niet op het moment dat het moet. Ja. Ik vind hem een fantastische voetballer, maar hij levert niet op grote momenten. Ja. Het heeft veel mannen tegen tegen Brazilië stond hij er wel. Ja, klopt. Klopt. Dat kan ik het enige wat ik zeg. Ik kan niet een moment pakken dat ik dacht van ja man, hij is opgestaan gewoon. Ik hoor wat je zegt. Favoriete gast voor in de toekomst? Ik denk dat jullie allemaal een andere hebben. Misschien hebben jullie hetzelfde. Ik weet wel welke lid hij heeft. Dus daar moeten we dan van maal op aanpassen, maar ga jij maar eerst, man. Ja. Ik heb dit jaar zeg maar een soort van ultimatum gesteld van dat we Memphis Depay in de show hebben. Ja. Dat is één. Maar ik heb er niet per se één, maar ik wil Memphis gewoon graag een keer. Ja. Wie nog meer? Ik heb een paar genoemd, maar gewoon... Memphis. Gewoon een beetje toonaangevende personen uit het voetbal. Yeah. En niet die personen die ESPN en Ziggo altijd uitnodigen, weet je. Ja. Die ze altijd hypen. Ik wil juist die kant belichten die niet gehyped wordt, maar die juist wel heel veel doet. Yes. Richard? Ja, dat is een lastige man. Ik... zou zeggen Winston Bogarde, maar dat is niet per se een... Een topgast waar ik zeg maar naartoe wil werken, maar meer je ziet hem en hoort hem nooit. Hij was zeg maar, hij begeleidde de verdedigers natuurlijk bij Ajax en je hoort vaak positieve verhalen over hem. Yeah. Je kent natuurlijk de verhalen van Chelsea, het boek dat hij heeft geschreven. Ja, dat hij, als hij bij Chelsea trainde, dat hij op en neer ging naar Nederland en dan wel weer voor de training verscheen. Mm-hmm. Maar ja, als ik hoor hoe een Botman met hem wegloopt, of wegliep, dat hij hem wel echt beter heeft gemaakt. Dat zijn wel, geloof ik wel, man. Dingen die... andere mentaliteit. Hoor. Andere mentaliteit en ja, dingen die je gewoon wil horen. Mm-hmm. En misschien, ja, niet heel raar, en dat wordt denk ik wel een uitdaging, maar... Sarina Wiegman, man. Ja. Die bondscoach van de vrouwen nu bij Engeland, zat natuurlijk bij Nederland. Ja. Die wordt ook overal bewierookt en wordt nu zeg maar ook richting mannenteams geschreven door analisten. Ja. Maar ja, een beetje, wat is de sleutel van haar succes? Ja. Waar ze zit, doet ze het goed. Mm-hmm. Dat eigenlijk, man. Ik ben opgegroeid met de generatie Kluivert, David, Seedorf. Mijn ultieme droom is Seedorf. Ja, ik had die echt in mijn hoofd. Gewoon Seedorf, de succesvolste Nederlandse voetballer. Die druk die op mijn hoofd. Ja, 100%. The biggest. Dan moeten die deuren wel eruit, man. Hij kan niet door die deuren bij ons. Als je die naast zijn lichaam ziet. Ja. Maar trouwens, er is voor mij nog wel eentje bijgekomen. Wie? Dingen, man. Jimmy Floyd Hasselbank. Als trainer. Tot shotta. Trainer. Ja. Deze man. Hij wordt niet gehoord, hè? Daarom. Ja. Maar die man heeft gewoon een positie gekregen. En nu. Assistent bondscoach van Engeland. Hmm. Ze halen niet iemand... Ze hebben tot nog toe voor mij alleen maar Engelsen in hun staf gehad. Ja, klopt. Kan je nagaan. En ze halen nu gewoon Jimmy Floyd. Mm-hmm. En dat wordt maar eventjes heel snel belicht. Maar je hoort ik wist het niet eens. Een kleine headline. Ja, terwijl dit is gewoon groot. Ja, het is, volgens mij is hij gisteren, was al wel een beetje in de wandelgangen, maar gisteren is hij aangesteld. Ja, ja. En ik was op die, volgens mij op die Instapagina van Engeland. En toen zag je hem ook in zijn blauwe, trainingspak. Wauw, grote spitter, man. Veel mensen zeiden altijd, je speelt als Hasselbank. En ik zei, nee, ik was Harry spelen. Maar bro. Ik kan zoveel willen. Hey, groot compliment met die man. Ja. Ik keek naar hem bij Chelsea. Killer. Als hij in de buurt van de 16 was en hij lag vrij, had je een probleem. Ja. Nee, niets geplaatst, alles was boem. Mm-hmm. Goeie gasten, man. Dus ja, we hebben nog iets te doen. Wat werk aan de winkel. Om naartoe te werken. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dromen moet je altijd hebben, dus in dat opzicht zou ik
Klinkt veelbelovend. Nou, ik het hebben over voetbal in general. Mm-hmm. Dit is zeg maar een snelle speedy ronde. Okay. Speed date. Juist, precies. Ik wil het antwoord hebben, we gaan bij Sam beginnen. Dan maken we hem zo af. Je wordt kampioen in Spanje. Ja, dat is duidelijk Barcelona. Ja, dat is makkie. Barcelona. Sowieso Barcelona. Okay. Gat is nu groot. Oké, okay, in Frankrijk? PSG. Goeie vraag. Ik ga ook voor Paris, uiteindelijk. Uiteindelijk wordt het Paris, maar het gaat niet makkelijk worden. Ik weet het dan niet eens. Ik heb het weekend verloren. Ik denk dat we, ja, dat weet ik wel. Ze hebben nog wel wat ruimte, maar je ziet gewoon dat ze aan het kwakkelen zijn. Dus ja, je weet het nooit. Geen Champions League, iedereen is boos. Ze hebben Neymar niet. Neymar niet. Ja. Messi uitfluiten. Wow. Ja. The biggest. En ik begin eens pas in Italië. Napoli, man, sowieso. Ja, Napoli, ja, dat is niet normaal. Wat Spalletti heeft het even neergezet, hè? Orde, man. En ik vond nog, even los van de speed date, ik vond nog, ja, Ajax werd helemaal weggespeeld. Maar nu, als je terugkijkt, volkomen logisch. Ja, snap je het wel. Even kijken. Duitsland. Bayern. Dortmund. Ik hoor je wel een beetje, joh, want Bayern is aan het kwakkelen en Nagelsmann doet een hoop rommel. En hij loopt de hele dag mannen te sparen die jack shit doen. Ja. Dus. Ze hebben het weekend ook weer verloren. Ja, ja. Is dat één. Dus ik. En Malen is on fire. Echt? Ja. Oh, daar is wel. Ze hebben leuke voorhoede daar. Malen, Adeyemi, Haller. Die actie van Brand. Had je die actie? Is er Royce er nog? Ja, maar dat is altijd geblesseerd. Oh ja. Mijn god, Royce. Ja, Royce is. Ja, ik heb die actie gezien, man. Ja. Hij heeft hem heel raar gechipped. Hij wordt ingespeeld, hij neemt hem aan, maar hij draait om zijn as om die speler in en die bal gaat zo daarnaast. Ja, vrij. Bergkappacht. Ja, man. Oh, die moet ik checken, man. Dat was een goede goal. Nederland. Ja, dat is ook duidelijk nu in Feyenoord. Ik moet daar terugkomen dan, ja, hè? Ik heb eigenlijk altijd gezegd Ajax, maar... Ja, maar het zag er niet uit. Dit weekend... Ik wil eigenlijk erop remmen, maar eigenlijk ook weer niet. Snap ik. Ja, het is echt... Ik heb hetzelfde. Fijn. Ik zeg ook Feyenoord. Als ze dit nog weggeven, dan... ja. Dit kan niet op beeld staan, maar dat ik Feyenoord, ja, zeg, man. Dit is heftig, man. Ja. Maar ja, die mannen lopen 6 punten los. Dat is de waarheid. Die beesten lopen altijd in de laatste 10 minuten nog steeds te slopen. Niemand is fitter dan hun in die hele Eredivisie. Trouw. Dus ja, het is gewoon overduidelijk, man. En we kunnen niet klagen, niks. We kunnen alleen maar applaudisseren voor die mannen, want ze hebben gewoon het hele seizoen gedraaid. True. Met een hele nieuwe selectie. Slot is die man. Nee. Ja, man. Hij heeft die team helemaal op lock. Ja. Engeland. Poeh, dat is wel een moeilijk, hoor. Arsenal wordt het wel uiteindelijk, denk ik. Ik hoop dat Arsenal het wordt, want dan wordt het een heel moeizaam seizoen voor City. Waarom kijk je daar lachend uit? Omdat jij voor City bent, toch? Dus ik ga niks anders zeggen dan City, man. Ik hoor je. City wordt het. Ik hoor dat in de Champions League? Maar dan waren zij net geen reactie dan. Ik ben net zo van jou. Die was duidelijk. Die is duidelijk. Omdat die mannen me dit seizoen echt te vaak teleurstellen. Ja. Dus ik zeg City, maar Champions League... Gaan we daar zo meteen naartoe? Nu ja, Champions League. Wie de Champions League wint? Napoli. Ik zeg ook Napoli. Hé, hey, ik hoor de 1. Die mattie van mezelf, Napoli. Ja, man. Ik zeg Real. Ze komen City tegen in die finale. Ja. City gaat ik zeg Bayern, maar het ziet er niet goed uit, man. Die pick ziet er niet goed uit nu, man. Maar Bayern City, wat denk je dan? Wie gaat die... Je ziet Bayern winnen van City? Ik denk dat City... Ik vind City een beetje Haaland-achtig. Hij is blessed nu, hè? Is gewoon alleen Haaland. Ja, nu dan, hè? Vroeger was het gewoon van plein voetbal en Discord en Discord. En nu is het gewoon. Ja, als Haaland niet lijkt, dan weet ik het ook niet, man. Spotfoto. Niet veel. Ja, maar dat is typisch Pep. Kom op, man. Hij is een goede trainer, maar de grootste clown op aarde. Die man zit zomaar... Ik denk dat hij dus weer voor zichzelf gaat verbeteren. Ja, maar dat bedoel ik.
Hij is echt een goede trainer. Hij maakt mannen echt beter. Mm-hmm. Maar hij is de grootste clown op aarde. Had hij niet Aguero op de bank zitten in de Champions League finale? Ja. Hoofdpijn. Daarom hebben ze verloren. Ja, maar dat is... Fernandinho op en centraal in de verdediging, ja. Zulke dingen. Top shot. Man. Nee, ik kom erop terug, man. City winnen. City Champions League ook? Ja, de dubbel. Je bent overtuigd, man. Ja, je bent overtuigd. Heftig, man. Oké, nu komen we bij een... Hoe noem ik dit? Nieuw segment. Ik heb dit al een paar episodes eerder gedaan. Het heet Damn Questions. We noemen maar Damn Talk, maar het zijn questions. Dus Oké. We gaan kiezen tussen twee spelers en in hun piek. Ja. Allemaal. Dus niet de carrière. Dat is ook wel interessant. Want carrière is ook wel mooi. Je wil hem nu switchen gelijk. Ja, eigenlijk wel. Nee, we houden het op een piek. Oké. Yes. Oké. Bale of Neymar? Neymar. Was toch niet eens uitgepraat? Ik hoef niet na te denken. Brazil. Ik hoef niet na te denken. Brazil. Bale. Neymar, ja. Neymar. Bale. Neymar. Neymar. Hij zit na te kijken. Hij zei nog wel twee. Ik heb, zeg maar, deze heb ik bij BBC met Micah Richards. En ja, je doet het vaak. Ja. Bro, deze man is echt gewoon Bill. Maar op basis van die Champions League. Op basis van dat hij Brits is, kill. Ja. Kom op, man. Nee, man. Je kan alles zeggen, maar Bill kan niet in de buurt komen van hem. Maar aan de andere... Maar kijk, het is ook hoe je het bekijkt. Want hij heeft volgens mij wel meer CL's. Natuurlijk. Ja. Bill heeft er vijf. Vijf, ja. Ja. Nee, maar heeft er één. En ook aardig aandeel erin. Ja, dus dat. Helemaal in de eindfase waar het erom draaide, zag je Bill wel inderdaad elke keer opstaan met de halve omhaal. Daar weer met een versnelling en prikken en een assist. Dus ja. Hij stond er wel. Dat is een moeilijke. Ja, deze is moeilijk. Maar gewoon als voetballiefhebber, nee, man. Dan zeg je nee, man. Ja. Modric of Xavi? Ja. Ik zeg Modric. Maar dan kijk je puur naar prijzen. Xavi heeft meer prijzen dan. Maar Modric heeft veel CL's. Ik vind Modric ook echt top, hoor. Ja, is dat hij komt maar houden. Maar ik zei piek. Piek. Oh, piek. Je hebt gelijk, man. Ja, ik zei piek. Daarom zeg ik, kijk je naar prijzen. Je hebt gelijk, man. Nee, maar dan heb je gelijk. Dan moet ik mijn mening wel bijstellen. Ik denk dat Xavi op zijn piek toch beter is. Hij was waar, hè? Ja. Weet je wat het is? Het is een moeilijke vraag, hoor. Nee. Maar Xavi zag dingen die niemand zag. Ja. Ook Modric vandaag de dag ziet dat niet. Modric heeft het wel echt veel langer volgehouden. Dat zeker. Xavi was nu al klaar. Volgens mij zijn ze even oud. Xavi is trainer. Xavi is wel jong. Wel ouder, man. Nee, man. Modric is nog steeds. Ja, Modric is opa. Ja, sowieso. Maar wat ik zeg. Xavi gewoon. Die man. Hij was letterlijk aan het schaken, man. True. Het was al. Ik zeg eerlijk. Napoleon. Ja. Laatste jaar voor Modric voor mij, man. Ja, dat is klaar. Oud, man. Hij is oud. Geef de jeugd ook een kans. Is moe, hè? Laat ze bij ons ook een paar minuten maken, man. Dit is een hele moeilijke voor mij. Henry of Eto'o? Henry, man. We gaan eerst lang twijfelen. Henry heeft jaren gedraaid. Eto'o was piek, piek, piek. Ja, piek ook. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, is respectloos als je pro-tijden als je eten ook koos zeg maar. Ik altijd voor het eten op. Met pro, ja. Met pro. Ja, met pro. Pro. Met pro, man. Die pro was nooit eerlijk, man. Met pro koos ik voor Adriano. Ja. En Martins. En Rekoba. Ja. En wat? Die mannen werden anders gemaakt. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar puur naar die game als gewoon real life. Yep, no, man. Harry was something else, man. Ook bij die, hoe die ging vertellen hoe die kerker ging scheuren en zo. Dat zie je gewoon, deze man was something else. Maar hij vertelde het laatst ook bij de BBC. Ja. Ik was naar Barcelona gegaan. To compete. Ja, uitdaging. Ja, hij zei precies zo. Ja. Compete. Hij lijkt to compete. Hij wilde uitdaging. Mm-hmm. En ze hadden gezegd, van, ga die spelen. Oh, ik speelde toch. Ja, hoofdpijn. Daarom. Dat team was hoofdpijn. Ja, sowieso. Messi, Harry, Eto'o. Wow. Ja. Maar Ronaldinho, man. Eto'o ging Harry laatst wel disrespecten, man.
Hij zei van, hey, hij kwam naar Barca, je nog steeds wie topshot aan was. Ik, like. Ja, maar ja, waarom zal daar een discussie over moeten zijn? Henry is flankspeler, Eto'o spita. Het zou wat zijn als dat niet het geval was. Maar Henry was ook spita eigenlijk. Hij kwam wel vanaf links altijd bij Arsenal. Ja. Daarom. Maar hij was wel spita. Maar ik zou Eto'o niet links bij zetten. Dat bedoel ik. Ramos of Nesta? Nesta, man. Ja, man. Piek. Nesta. Als speler of als verdediger? Alles, man. Ramos is dit. Ja, maar echt niet. Ja, maar ik ben... Bro, Ramos scoort, heeft bijna 100 goals gemaakt. Dat is niet de taak van een verdediger, man. Maar dat zijn niet. Zijn speler. Zijn speler. Ze zijn allebei verdedigers. Maar heb je Nesta prime echt meegemaakt? Bro, Nesta is beter dan Ramos. Mij hoor je niet, hoor. Nesta verdedigde? Nesta was één, man. Weinig verdediging met Cafu, Nesta, Maldini. Maldini. Hoofdpijn. Wat denk je dat ik aan zijn concept, bro? Uitzakken naar het middenveld, man. Shevchenko. Dat team? Dat team was echt bloedlink. En nog Gattuso ervoor. Ja. Pirlo, Dorfu, Kaka of Rui Costa. Hé, Rui Costa. Ja, hij was daarvoor nog, ja. Voor Pirlo was hij. Shevchenko, Inzaghi, Crespo. Hey, weet je hoe gevoelig Rui Costa op het middenveld liep daar, hè? Dat team met die sokken laag. Ja, maar hij is die trendsetter van die lage sokken. Die mannen die nu met lage sokken spelen. Yes. Zo moet hij hem zo bedanken, maar Rui was echt, man. Maar kijk hoe over een team praten. Kijk, ik zweer, ik kan nu niet meer over teams zo praten, zeg maar. Van, nee. Dat je bijna... Nee, is nostalgie dat, van, ja, dat, is wat, dat is... team, je kan het team gewoon opnoemen van deze mannen. Waren daar. Ik kan het met Arsenal, ik kan het met Real Madrid van 2002, 2001. Ik heb dat gevoel nu niet meer, man. Nee, ik heb dat ook niet. Nee, maar weet je wat het is? Het, toen had je gewoon echt harde mannen. Nu heb je geprogrammeerde voetballers, man. Ja, het lijkt er wel op. En dan heb je er één of twee tussen lopen die zijn niet geprogrammeerd, die zijn ongeleid. Je dacht Messi, Mbappé, Neymar. Hun mogen nog op instinct voetballen. De rest wordt geprogrammeerd. Jij moet twee stappen naar links, drie stappen naar voren en dan twee stappen naar rechts. Ja. Wat AC die tijd. En dan moet je beseffen, ze zijn ineens kampioen. En dan heb ik dat team, ze werden bijna nooit kampioen. Van fucking Juventus. En ik snapte het nooit. Maar Nedved was daar toch? Nedved, Del Piero, Trezeguet. David. Duram achterin, Zambrotta. Zidane. Bufonado. Oh, wat een team. Ja, Riep. Oké, deze ga ik eigenlijk niet in aanzetten. Cafu of Philippe Lahm? Cafu? Weet je wat? Ik heb wel veel man. Nee, kijk, laat ik het zo zeggen. dit is een hele moeilijke vraag. Ja. Dit is echt puur hoe je kijkt. Want Cafu... Was gewoon ruw. Zeker. Op clubniveau en op landniveau. Ja. Lahm heeft dat ook gedaan. Maar Lahm daarentegen was gewoon voetballend. Van een ander level. Maar Cafu ging ook. Cafu kwam gewoon. Oh. Volgens mij was hij de eerste opkomende B. Ja. Cafu ging gewoon stomen. Conditie, hè? Maar Lahm kon ook gewoon positie spelen. Ja, hij ging op een gegeven moment in het middenveld. Ja. Dus, achter. Snap je? Dus dat. Die is moeilijk, maar ik gewoon als ik puur kijk naar het spelletje voetbal gewoon, dan zou ik zeggen Cafu. Oké. Okay. Anders zou je Lahm. Maar als je nou zijn vader is boos maken, hoor. Ja. Ik heb geen zin in. Oké. Misschien is dit een betere zeg maar om te vergelijken. Dani Alves of Cafu? Cafu. Ik zei nog steeds Cafu. No. Dani. Ik klop Dani, maar Dani, maar weet je wat het is? Maar weet je wat het is? Cafu was verdedigend ook nog sterk. Ja. En dat had Alves wat minder, man. Ja. Maar ik was sowieso Alves fan. En Cafu had geen Messi. Al die combinaties? Hoofdpijn, man. Ja. Ik had maar, een klein klassico. Met Dani Alves. Hoe is dit vrij? Hij en Messi waren echt irritant. En ze gingen je vernederen. Ja, ze tikken gewoon 6 keer om je heen. Ja. En dan kunnen ze naar voren, maar dan gaan ze niet. Dan wachten ze tot je weer komt. En dan pas gaan ze naar voren. Hey, wat? Marcelo? Of?
Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ja, Roberto Carlos, man. Carlos, zeker. Carlos. Ja, man. Ja. Maar ondanks dat Marcelo technisch zo goed is. Oh mijn god, wat deed deze keel smerige trucjes. Ja, maar Roberto Carlos, man. Die vrijtrappen van Roberto Carlos. Waarom? Mensen van nu. Hey. De mensen van nu, die zeg maar die tijd niet hebben meegemaakt, gaan het niet snappen. Nee, maar noem een verdediger die zo'n vrije trap heeft. Noem zo iemand. Buitenkant. Koeman. Zonder Olise. Nee, maar nu. Oh, nu. Nee, ja, dat bestaat niet. Laatste. Om afscheid te nemen van een prachtig voetballer. Okay. Özil. Of Di Maria. Özil, man. Özil. Wat? Nee, assist. En ik wil nog mooi afscheid nemen, maar wat? Jullie gaan zo makkelijk over Dima. Dima. Ja, man. Die kill die elke finale beslist. Die kill. Die peak kill. Ja? Ja. Champions League beslist. Ja, man. Ja. WK beslist. Op zijn 40ste. Kills fucking out. Ja, man. Ik ben met je eens. Respect, hoor. Hij is zeker. Maar Özil nog steeds. Maar Özil was ook. Özil ook zag dingen die niemand ziet. Ja, oké. Okay. Ja. Zijn piek was ook moe. Ja. Hij is gewoon vaak. Ja. Zulke spelers zoals hij staan ook niet meer. Nee, sterven gewoon uit. Als hij dat jaar was gebleven, had hij de Champions League gewoon en nu heeft hij niks. Ja. Shit. Okay. Ja. Ja. Oh ja, want daar wil ik het even over hebben. Over Mesut. Hij is gestopt. Ja, plotseling. Hoe gaan we hem herinneren? Calling assist, man. Ja, man. Ja. Deze man heeft meester veel assist, man. En die linker van hem die is gewoon fabuleus. Ja. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Die ene aanhaak met zijn heels. Ja, hij kan lekker een boekje maken ook, man. Met assist. Ja. Maar assist, vrij trappen. En hij was dan zo'n WK-aankoop van Real Madrid, hè? Ja. Die 2010, toch? Ja. Hij ging murder, hoor. Hij ging Barry. Alleen dat kan ik me nog herinneren van WK 2010. Bro, Barry had zeker 5 meter voorsprong. En ineens dacht hij van, hey, ik ga niet zo hard, man. Özil. En Özil is niet de snelste, maar hij liep mooi. Hij is wel rappig. Özil was... Het enige van Özil is, soms moest hij gewoon zelf schieten, man. Maar die man, hij wilde altijd van, hey, bro. Neem jij het, man. Ja. Vooral bij Christian. Hij genoot van assist, toch? Als hij in de 16 was, 1-1... Ik denk, soms draaide hij gewoon om bij de keeper van, hey, weet je wat, Jair, ik zoek Christian wel, maar hij kan beter leiden. Zo voetbalde hij, ja, dat klopt. Gevoel had ik, man. Dus dat was het enige wat jammer. Een gunner. Ja. Maar was hij uiteindelijk ook, letterlijk en figuurlijk. Echt, ja. Gunner, maar Hij zat daar, eerste jaar, dacht ik van, ja, man, dus ik ga het omdraaien. En toen zag ik de tweede en derde aankoop, toen dacht ik, ze laten dit allemaal stikken, man. Ja, dat is, hij heeft ook wel veel pech gehad in zijn carrière. Als in dat trainers het eindstand toch niet in hem zagen zitten. Of dat hij, niet voldoende goede spelers om hem heen had. Die ja, bij Arsenal. Ja. Ja. Maar ja, als ik compilaties van hem kijk op YouTube, hoe hij ballen met zijn linker meeneemt. Hoe hij mensen wegstuurt. Assist geeft, weet je, wat Luciano net zegt, dingen ziet die anderen niet zien. Ja, prachtige speler, man. Ja, man. Mesut! Ga je goed, man. Dan wil ik switchen naar muziek. Mijn podcast gaat over muziek, voetbal en live. We hebben het live gedeelte als eerst gedaan. Muziek, wat is jullie favoriete genre? Van mij. Ik denk allemaal verschillend, man. Ja, maar. Want jullie hebben kids, hè? Jullie hebben kids. Maar ik zat net toen ik onderweg in de auto was, gewoon echt weer die Amerikaanse R&B te luisteren. Nee, gewoon R&B. R&B. Gewoon die Amerikaanse R&B. Niet Nederlands, die Amerikaanse. Was dat Nederlands R&B? Nee, maar je weet toch, je hebt nu veel Nederlands hop, man en dat soort achtige muziek. Nee, man. Nee, je hoort weinig. Amerikaanse R&B. Yo, neem je Barry White en die mannen toch? Nee, dit is different nu. R&B is, zeg maar, die rappers zingen nu toch? Ja. Is ook R&B. Attitude. Ja. Maar dat is jouw favoriete show. Ja, dat is mijn favoriete show. Nee, daarop, man. Nee, daarop. Nee, wat? Ik heb veel matties die dat ik luister. Ik kan het niet. Ik heb een paar matties van die rappers. Jonna Fraser, Henkie.
Ik ben cool met hun, dus ik luister. Als zij iets droppen, luister ik het. Mm. Maar ik luister, ik kan niet luisteren. Nou, oké. Okay. Oh, dat komt zo leuk. Okay. Ja. Voor mij nu is het allemaal piano, man. Ik weet niet wat het is. is dat van piano? Is het zo'n Afrikaans chaos, toch? Ja, kan ik het zo zeggen? Je kan het een beetje, zeg maar, richting de techno. Nee, Afro is wel echt dit. Techno. Ja, richting de techno, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is een soort van vertraagd. En dan hebben ze er een bepaalde lockdrum in verwerkt. Mm. Maar het is gewoon, het is, ja. Moet je daar geen pillen voor nemen, voor die muziek? Heel veel. Nee? Maar het is wel een vibe. Het is gewoon een vibe. Ik was laatst voor de Hoor je niet elke keer dezelfde beat? Nee. Beetje wel, maar... Ik heb dat idee niet, maar het is hoe je het luistert, zeg maar. Dat gevoel heb ik met techno house slash, je hebt altijd hetzelfde en ik... Ja. Ik snap wel dat mensen dat hebben, mm-hmm. maar uiteindelijk als je een ander deuntje speelt en een andere... soms wat andere instrumenten gebruikt, vind ik er al heel veel verschil in zitten. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik maak zelf ook muziek, dus ik luister ook heel anders naar muziek. Mm-hmm. Ja. Maar ik kan begrijpen voor heel veel mensen dat ze zeggen van het is eentonig en het klinkt de hele tijd hetzelfde. Mm. Maar ik hou ervan, man. Die vibe, alles is amazing, man. Oh, geef me top 5. Misschien niet beter. Dan... Op het moment of all time? Wat is het? All time. Eminem. Mm-hmm. Pak. Mm-hmm. Dat is een beetje raar als ik opeens Nederlandse guys kan. Kan gewoon. Gooien, maar... Ik had vroeger F in mijn top 5, maar. Lijpen. Frenna. Vijfde, lastig man. Ik luister best wel vaak Rokuas en dan komen ze ook met top 5, maar. Ja. Ja, lastig man. Ik denk Weezy zelfs, man. Ja, die zit wel in mijn top 5 ook. Dus, ja, die man. Goeie, man. Jij? Even denken. Op 1. Je moet even goed denken, hoor. Stef, als jij hem hebt. Hij is nog aan het nadenken. Wil hem gaan nadenken? Pak, Biggie. Dat is echt rap, hè? Ja, dat is echt rap. Ga kijken of het R&B. Ja, R&B. Daar ga ik gewoon. Chris Brown is ook mijn favoriete artiest. Damn. Ik was die Loverboy toch? Ik ben laatst geweest. Ik ben ook naar Osir geweest. Dus Osir moet ik ook doen. Dat is mijn vraag, hoor. Dat is H.E.R. Voor mij is ook Osir, man. En ik zeg eerlijk. Ik ben ook echt heel erg opgegroeid met R. Kelly. En dat is wel fire, maar die hele Tory toch? Ja, hetzelfde man. Ja, maar al die CD's, ik heb ze nog steeds. Arkelly en Asher waren daar bij mij, man. Zeker. Ja. Je kan zijn muziek niet wegnemen, ik zeg dat tegen iedereen. Ja. Sorry, dat kan niet. Nee man, weet je voor mensen, ze doen die je bent gemaakt op Arkelly. Ja. Te veel kids zijn gemaakt op Arkelly, man. Ja man. Ja. Ja. Als tijdrekker. Nee, hij zei nee. Usher is sowieso in mijn top 5. Chris Brown ook. Ik wil dus, Jay-Z trouwens ook toevoegen. Ja. Mooi, ik kan niet 6 toevoegen, man. top 6. Ja, maar dat is broeia. Honorable mention. Weet je wat het is? Ik heb zeg maar heel veel verschillende genres geluisterd. Ja, dus weet je wat? Noem ook honorable mensen. Noem gewoon artiesten. Kijk, dus inderdaad, Chris Brown vond ik echt dope. Hoe heet die? Maar ik vond ook bijvoorbeeld Beanie Man. Ja man. Vibes. Sisla Vibes. Jezus. Dat waren mijn. Ja, toch? Die ging. Die CD-speler in die auto ging kapot. Was grijs. Er kwam rook uit gewoon soms. Ja man. Je komt hier wel met tijden. Ja man. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, ik heb ook de hele tijd Kizomba geluisterd, Edgar Dominguez, dat soort mannen, weet je. Dus het is gewoon bij mij heel verschillend, maar dat zijn ook legends, Sequat Pedro. Top 40 kom jij mee. Ja. Is nog te weinig, denk ik. Ja, ik man. Ik moet de top 100 hebben, man. Ja, man. Nee, man. En plus, mijn ma die luisterde ook altijd die oude poppoes. Mm-hmm. Van ons, ja, die old school. Mm-hmm. En dan, hoe heet dat nummer ook alweer?
Ik ben even die naam vergeten. Ik kom er zo op, man. Freak Like Me. Oh ja. Mm. Dat is mijn tune, man. Baby. Ja, die ook. Maar ik wil die andere duizend. Ja, wacht. Ik ga hem gelijk voor je zoeken. Adina Howard. Oh ja, dat is ook van mijn moeder en mijn ouders. Ja, dat is van die. Maar die dat is tune, weer een generatie terug. Ja, maar ja, die tune, die heb ik ook veel gedraaid. Ja, jongen. Ja, vroeger wel. Vroeger was alles beter. Isley Brothers. Ja, man. Ik hou ook met. Hun bracht in een nieuwe dimensie ja, toen ze met die vraag-antwoord pokoe kwamen. Ja. Van ze. What the hell is going on? Nee. Die clip ja, heeft mij getraumatiseerd als kind. Wat? Ik zie R. Kelly. Girl, I'm about to have a fit. Ik dacht, yo. Eigenlijk moet je Enzo hier hebben, man. Enzo, ja. Enzo is van de old school. Ja, Enzo sowieso. Return of the Mac. Ja, dat zijn tunes. Ja, man. Dat zijn tunes. Klassiekers, man. En dan nu tegenwoordig luisteren we naar broederliefde bobbeling-achtige pokoe zonder inhoud en zo. Ja, aan de ene kant. Terwijl die tunes hadden altijd wel inhoud, hè. Ja, maar ze hebben nu ook wel inhoud, misschien een iets andere inhoud. Anders, dus anders, andere tijd anders. Dus. Ja, ja, sowieso. Ik neem het niet eens kwalijk, want ik luister ook gewoon naar muziek van nu. Ja, nieuwe album van Henkie T, man. Mm-hmm. Rio, shout-out, mm-hmm. Man. Ja, man. Ja, man. In de vier. Oh, wat een tune. Henk ging tekeer op dat. Ik heb het ook geluid, en dat bedoel ik. Ik ben dus, hij is één van de weinigen naar wie ik gewoon echt ga checken van, hij heeft iets gedropt. Ja. Dan ga ik hem ook gewoon luisteren. Ja. Voor de rest. In de vier. Die lijn, hij komt met de lijn. Mannen hebben kippen, maar ik ken een kill die fokt er. Ik heb die oortje. Ja, maar geef mij geen tekeer, man. Ik heb alleen nog twee vragen. Aangezien elke episode dit bijna terugkomt. Als ik met Diamond zit, als ik met Mat van Massisi, Jamal zit, zijn Barca fans. Is Dembele een topspeler? shout out naar Jamal, man. Maniga. Kan je tegen hem zeggen dat Dembele geen topspeler is? Hij zegt hij is topspeler. Ja. In potentie wel, maar... Ik ben een 40! Hij heeft dat nooit waar kunnen maken. Hij was toch de vervanger van Neymar bij Barca? Hij is er al 6 jaar. Ik zeg nee. Hij is sowieso voor mij geen topspeler, man. Nee, voor mij ook niet. Misschien in Fortnite. Je ziet jezelf als clown, man. Misschien in Fortnite wel. Case closed. Eigenlijk. Omdat wij er zogenaamd verstand van hebben. Hey, ja! Kom op, man. Jamma, je bent mijn nigger, maar dit zeg je niet meer, man. Yo. Kom op, man. Okay. Dit is de laatste vraag. Ik heb het gevoel dat ik deze heb verloren, maar 2 jaar geleden toch? Had ik met Diamond in discussie. Hij zei dat Mbappé beter was dan Vini. Helemaal mee eens. Wij maakten een opstelling en we vulden de linksbuitenpositie in op dat moment. Mbappé speelde als spitter. Hij speelt volgens mij nu al 3 jaar als spits. Ik heb die discussie ook gehad in de show. Wie is beter op linksbuiten? Vini of Mbappé? Kijk, en dan moet je niet nu zeggen van ja, als Mbappé nu op linksbuiten zit, is hij beter dan Vini. I know. Maar hij speelde geen linksbuiten. Klopt. Ja, je kan wel alleen. Maar oké, nu gewoon als spelers. Is beter. Maar ik denk als je ze beide op linksbuiten zou zetten, dan zou Vini niet halen. Waarom niet? Mbappé is something else, man. Nee. True. Deze man is. Ik zit soms naar die man te kijken en dan denk ik bij mezelf: hoe kan van ja, maar waarom zijn er eigenlijk dan nog verdedigers als jij zo speelt? Klopt. Want het ja. Bro, als die man versnelt, hè. Klopt. Als die man zeg maar die paas geeft en hij gaat ineens door, gewoon. Ja. Ik denk, joh, deze man is ineens weg gewoon van mijn beeld. Amrabat kan hem gewoon bijhouden, hoor. Ja, maar dat was een momentopname. Ja. Met spuitjes alles ja, dat op, man. In zijn lichaam. Broer, zag je nu hoe hoog Amrabat zijn nek ging? Klopt. Zo zie ik die op eerst dat ik hem langzaam. Hij heeft nog nooit zo hard gerend. En hij tackled de bal, man, maar alles. Maar dat zie je wat het doet. Als je voor je land speelt, maar echt voor je land speelt. Voor vaderland, letterlijk. Ja, man. Ja. Alles ging in die sprint van hem. Daarna was hij direct klaar, opgebrand, uitgeblust. Alles heeft hij gegeven in die sprint. Die hele, die heb je maar ja, weg. Man.
Nee, maar wat ik zeg, Mbappé is anders. Sinds die WK-finale heb ik hem al daar gezet, man. Like, Mbappé is... Dat was echt different wat hij deed. Deze man zie ik gewoon... Je denkt hij rent op zijn hart en dan komt er gewoon nog een versnelling uit. Ja, en dan denk je het is klaar. Mm-hmm. En dan ziet hij te werk niet, gooit hij nog eentje. Ja. En nu is hij ook nog captain. En hij heeft de bal onder controle. Ja. Nee man, laat dat maar. Vinny mag naar hem kijken en voor hem klappen, man. Ja, maar hij is wel ook echt daar. Vinny is echt ernstig. Mm-hmm. Maar stel dat Real nou... Zij beiden zou hebben. Ja, die discussie hadden wij dus, dat kan niet. Hoe dan nu? Dat kan niet. Dit is, zeg maar, dit is dan... Dat is cheat, toch? Dit is, nee, maar dit is hetzelfde als Bergwijn en Tadis, maar dan keer 1000. Want Mbappé speelt nu ook spits. Hij speelt ook met Neymar. Ja, maar je hebt nu Benz. Benz gaat volgend jaar nog niet zitten. Hey! Waarom niet? Nee. Haal die maar weg! Broer! Als een baller kan naar Benz, Kotti, ik zweer het. Nee, man. Nee. Maar luister, weet je waarom niet? Oké, Vinny kan 1 jaar gewoon vanaf rechts spelen. Dat zijn dus ook wel eens. Nee, dat kan niet. Hij kan wel! Je maakt Vinny dood. Oké, dan zet je Mbappé 1 jaar rechts. 1 jaar! En Mbappé gaat klagen. 1 jaar! Hij gaat niet spelen. 1 jaar! Hij gaat zeggen... Hij moet dat jaar... Is voor het laatste jaar dat je niet kwam. Broer, let op. Je moet dat leren. Geloof mij, nu, Mbappé is daar, de game is bezig. Tweede helft, 80ste minuut. Hij gooit Vinny erin. Hij zet Mbappé naar rechts. Mbappé gaat na de game gelijk naar boven, Perez. Hij zegt, begin te praten met die trainer van je. Hey. Maar Mbappé staat nu ook spit, hè? Maar spit, dan wil hij spelen. Hij wil niet meer als rechts spelen. Hij wil niet als rechts spelen. Dus als Mbappé komt... Dan moet Vinny weg, vind ik. Ja. Wat? Ja. Hey, voilà. Hey. Hold up. Hey, is genoeg. We're done. Bro, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Dat soort dingen nooit meer. Wat? Ja. Oh, dat moet ik doen. Je kan ze niet allebei hebben, toch? Nee. Wat? Je gaat terug naar die Real van toen met al die kapiteinen. Nee. Met Beckham. Hey, die mannen zo, deze werken twee werken, ze zijn matties nu al. Het gaat niet werken. Ze zijn goed met elkaar. Ze gaan zomaar bief zijn. Ik heb laatst een pick-up met ze zijn goed met elkaar. Komt goed. Ja, man. Maar boys. Ja, man. Goeie aflevering lang. Bedankt dat jullie er waren. Ja, bedankt voor de uitnodiging, man. Yes. Graag gedaan, man. Was super leuk, man. Ja, was een goed gesprek. Check voetbalstories elke maandag. En check them talks. Sowieso. Ja! Bang! Later. I never once showed you that side, but that's who I'm is. How I know I let that daddy spit on college. If I die right now, just check the stats and see how I did. I'm a real street nigga. Yeah. I just pull my red eye out and try to stop a nigga. Where you going? I just walked outside my house and I'm gonna shot a nigga. Fuck my ex, I hope my next can probably top a nigga. Take me to a place I can't imagine. Victim of heartbreak and I'm so damaged. Stepping in blood with these thugs and I can't panic. Yeah, we knocked them off, nigga, what they got a hand.